Ik ga de eerste spreker van de dag aankondigen. En dat is iemand die is nog niet zo heel lang bij Orange Cyber Defense. Hij is de CTO, pas sinds januari 2021. Maar hij gaat ons de komende 15 à 20 minuten meenemen in de wereld van de cybersecurity. Hij gaat ons inwijden in de geheimen van de security roadmap. Na afloop van zijn afloop van zijn bijdrage, is er natuurlijk gelegenheid voor het stellen van vragen. Dus maak daar vooral gebruik van. Daar maak ik nu het podium vrij voor. Gilles van Heist. Hallo, welkom. Ik ben Gilles van Heist, de CTO van Orange Cyber Defense. En ik heb het eer om hier te mogen staan en jullie mee te nemen over onze visie van 2021. Maar voordat ik dat doe, wil ik graag iemand bedanken. Ik wil onze vorige CTO Peter Mesker bedanken. Peter heeft mij in de afgelopen periode wegwijs gemaakt in deze mooie organisatie. De geschiedenis, de kracht van de organisatie en waar hij graag invulling zou willen geven, ook naar de toekomst. Ik wil hem op dit podium even extra bedanken en ik hoop dat je kijkt. Ransomware. Afgelopen jaar en in het nieuws, ransomware staat bijna elke week ondertussen op de voorpagina. Universiteiten, bedrijven, iedereen heeft er last van. Kia Motors in Amerika, die het salesnetwerk niet kon gebruiken omdat ze gehijacked waren. Tot de allerbekendste natuurlijk, SolarWinds. Die hele grote impact heeft gehad voor niet alleen de bedrijven en de overheden, maar ook de manier hoe wij beveiliging moeten gaan benaderen. Het lastige daarvan is dat de aanvallen worden steeds geraffineerder. En als je kijkt naar de figuren, of naar de cijfers die op het beeld staan, dan zie je ook dus dat de aanlooptijd en de manier hoe er wordt aangevallen steeds ingenieuzer wordt. En dat het traditionele tegenhouden eigenlijk steeds minder effect heeft. En dat heeft ook bij ons een bepaalde beweging in gang gezet. Wij geloven dus dat je adaptief moet worden. Adaptieve security, omdat zoals Charles de Wald, onze hoofd security research, zegt, ransomware, bitcoin miners en botnets, die hebben gewoon een bepaald karakter. En dat karakter kenmerkt zich door het opportunisme. En daarmee is dus geen enkele target te klein geworden. En dat vereist een andere manier van het probleem benaderen. Een adaptieve manier. Dus aan de voorkant tegenhouden is lang niet meer afdoende. We moeten ook zorgen dat we aan de achterkant in controle komen. En hoe doen we dat dan? Want het aanvalspatroon wordt steeds gecompliceerder. De resources en vooral de tijd die ze voornemen om hun doel te behalen, dat wordt steeds wordt groter. Ze nemen echt letterlijk de tijd ervoor. Dus welke stap moet je dan maken? En waar moet je beginnen? Vandaag ga ik het over een aantal dingen hebben en hoe we dit vanuit Orange Cyber Defense willen adresseren. En laten we beginnen bij het grootste attack platform wat er is. De desktop. De desktop is natuurlijk de ultieme plek waar alles samenkomt. Er zit een gebruiker achter. Er zitten dus user accounts aan vast. Er zitten rechten aan vast. Niet alleen in zijn eigen gedeelte, maar waarschijnlijk ook naar groepsgedeelte of gedeelde schijven. Denk ook aan Teams en SharePoint. Applicaties worden er gebruikt. Er gaat dus ook applicatiedata naar de gebruiker en weer terug. En dat maakt het natuurlijk gewoon het ideale attack service voor deze hackers. En omdat er zoveel zijn, is het ook gewoon heel lastig om dat adequaat te beschermen. Maar juist die informatie die op het desktop gegenereerd wordt, is heel erg belangrijk in die adaptieve strategie. Bij het SOC vinden we ook dus dat endpoint naast de netwerkdetectie
een van de meest belangrijke onderdelen zijn. Tuurlijk moeten we ook netwerkdetectie in orde hebben en moeten we allemaal logs van andere bronnen ook zien samen te voegen. Maar echt het endpoint, dat is de focus. En daarmee zie je dus dat de traditionele antivirus ook niet meer afdoende is. De traditionele firewall is niet meer voldoende. We zoeken daar iets nieuws. En Endpoint Detection and Response, XDR, daar zie je ook dus dat de grotere bedrijven, onze strategische partners, ook die stap hebben gezet. Want die gebruiker, zijn gedrag op het netwerk verklapt namelijk al een heleboel. En al die onderdelen, die applicaties die gestart worden of niet gestart worden, connecties die gelegd worden of niet gelegd worden, die moeten allemaal naar dat intelligence-led framework. Om te zorgen dus dat we adaptief worden. Dat die data bij elkaar komt, geanalyseerd kan worden en dat daar dan een actie uit gedefinieerd kan worden. En met XDR krijgen we veel meer informatie dan het traditionele antivirus en firewall. En dat brengt ons meteen bij het volgende onderwerp. Want als we de desktop op orde hebben, dan blijft er nog iets anders en iets veel ingewikkelders over in het security landschap. En dat is onze data. Data is het nieuwe goud, is het nieuwe olie. En de gevleugelde uitspraak is natuurlijk, op het moment dat een app gratis is op je telefoon of iPad, dan weet je dat de data die gegenereerd wordt, dat dat het product is. Jij bent het product. En zo moeten we ook de data gaan benaderen in onze corporate omgevingen. Alleen, onze data die is heel erg verspreid geraakt in de afgelopen periode. De data stond namelijk in het verleden op een heel mooi afgebakend terrein. We hadden een Fort Knox, we hadden een datacenter. En daar was de perimeter was er heel mooi afgebakend. De beveiliging en de tools, de sensoren, waren allemaal state-of-the-art. Best of breed, best of class. Je kon het zo gek niet bedenken en we hadden het er. Alleen wat we natuurlijk in de laatste paar jaar hebben gezien, is dat steeds meer van die data en ook onze gebruikers applicaties gebruiken uit de cloud. Dus onze data is, zonder dat we het door hadden, of misschien heel bewust, die is naar de cloud verhuisd. Alleen die security, die zit nog steeds om ons Fort Knox, om ons traditionele datacenter, daar zit hij nog steeds omheen. En dat maakt het lastig, want dan verliezen we controle. Dus als onze data naar de cloud verhuist, welke security moeten we dan gaan toepassen? En sterker nog, welke informatie hebben we nodig om afdoende secure de cloud te kunnen gebruiken? En multifactor authentication, het werd net al genoemd, is natuurlijk een hele goed begin. Een heel goed begin. Maar dat is alleen de toegang. Op het moment dus dat je geauthenticeerd bent, dan begint het pas. Wie heeft er toegang tot je data, is dan vastgesteld. Maar hoe gebruikt hij die data? Waar gaat die data nog meer naartoe? Op welk tijdstip gebruikt hij de data? En is dat wel logisch? En daar zie je ook weer dus dat context wordt belangrijk. En daarin zie je het Zero Trust model, zie je in het verlengde, zie je al een tijdje zich ontwikkelen. En dat alleen het authenticatiegedeelte lang niet meer genoeg is. Het is ook de manier hoe de data wordt gebruikt, door wie die wordt gebruikt, op welk moment, wat de interactie is, op welke type werkplek, dus waar komt die vandaan, zowel geografisch misschien, maar ook wat de posture is van die werkplek. Dat wordt allemaal belangrijk. En het moet allemaal meegenomen worden om te bepalen of die gebruiker voldoet aan de eisen om die bedrijfskritische informatie te kunnen benaderen, te mogen benaderen. En dat moet continu geëvalueerd worden. Omdat zonder dat de gebruiker het soms doorheeft, gaat hij van het netwerk af. Connect hij naar een verkeerd access point of wifi-netwerk. En dan moet die policy dynamisch kunnen worden geüpdate. Maar dan heb je wel die informatie nodig.
Dus ook die informatie moet terug in dat intelligence-led framework van ons. Om zo die beslissing op het hoogste niveau te krijgen. Om het vertrouwen ook te geven, dus dat de data op de juiste manier wordt behandeld. Er is één gebied waar het niet om de data gaat. En dat is OT-security. Echter, alle aanvallen die we zien in het OT-security-domein, die komen typisch uit het IT-domein. Dus hoe benaderen we OT-security dan? Nou, eigenlijk hetzelfde, want de combinatie van die data is heel belangrijk. Echter, de manier hoe we die data tot ons nemen, die is fundamenteel anders. Want SCADA-systemen en PLC-systemen, ja, die doen het op een andere manier, laten we dat zo zeggen. Dus je hebt heel veel kennis en kunde nodig om die data eruit te kunnen halen, te goed te kunnen analyseren en op waarde te schatten. Maar als dat eenmaal gedaan is, is dat een enorme verrijking aan ons framework, aan die intelligentie. Omdat wij dan patronen kunnen correleren met elkaar en daardoor wordt de beslissing alleen nog maar beter. En dan zie je dus dat ook die twee werelden een klein beetje dichter bij elkaar komen en eigenlijk elkaar dus gaan versterken. Mijn collega Peter van der Voort heeft hier een hele mooie sessie over later vandaag, of later deze ochtend. En ik nodig jullie ook allemaal uit die sessie te gaan bekijken. Terug naar Zero Trust. De evolutie van Zero Trust zien we nou weer terug in het SASE-concept. Secure Access Services Edge. En dat gebruikt de laatste cloud-technologie om de cloud toegankelijk te maken, ongeacht waar je zit. En waarbij Zero Trust het bij elkaar halen en het bij elkaar rapen van de informatie nog wel eens problematisch was, is SASE echt erop ontworpen om die gebruikerservaring te verbeteren. En niet een klein beetje, de gebruikerservaring staat centraal. En de informatie vanuit ons framework kan ook teruggevoerd worden in het hele SASE-platform, welke je dan ook gaat kiezen. En wij krijgen ook die informatie vanuit het SASE-platform. Dus dat wij ook de link kunnen maken tussen hoe de cloud gebruikt wordt en hoe het on-premise nog steeds gaat. En vooral dat, die integratie, is een heel mooi bruggetje naar automation. Daar ben ik nog. Automation. Automation, automation. Vroeger maakten we de keuzes op basis van best of breed, best of class. Tegenwoordig doen we dat nog steeds, maar er is een component bijgekomen wat misschien nog wel belangrijker is als we naar de toekomst kijken. Programmability van onze infrastructuur. Hoe kunnen wij effectief grote hoeveelheden infrastructuur, routers, switches, firewalls, you name it, hoe kunnen wij die op een efficiënte manier bestieren? Dat kan alleen door programmability. En tuurlijk, je hebt er hartstikke mooie platformen voor, maar de essentie is dus dat het geautomatiseerd moet worden. Want wij als personen kunnen prima één firewall configureren. Maar door de jaren heen, best practices, gewijzigde instellingen, DNS-instellingen die ze nu en dan wijzigen, NTP, omdat je geüpgraded hebt ergens, noem het maar op. En om dat allemaal met het handje te doen voor één apparaat, is prima. Maar wat nou als we dat op schaal gaan doen? Dan wordt het problematisch. Dan kunnen wij compliancy kunnen we niet meer garanderen. Dan kunnen wij de juiste en correcte instellingen niet meer garanderen. En daar speelt automation een hele grote rol in. Want automation helpt ons deze routineuze activiteiten weg te automatiseren. Door het één keer goed in te regelen en daarna oneindig veel keer uit te voeren. En automation in combinatie met ons intelligent-led framework helpt ook dat wij
beter en effectiever kunnen ingrijpen als er zo'n security event plaatsvindt. Dus als er een alert komt vanuit ons grote intelligent-led framework, vanuit onze dienstverlening, dan kunnen wij via automation kunnen wij isoleren en mitigeren. En dan hoeft er niet meer gebeld te worden. Dan hoef je niet, sta je niet meer in de wacht. Nee, het gebeurt instant. Daar willen wij als organisatie naartoe. Omdat wij daarmee de blast radius waarschijnlijk inperken. Dat is ons doel. Want slechte dingen gebeuren. Maar de snelheid waarin wij gaan reageren en willen reageren naar de toekomst toe, moet daarom geautomatiseerd. Het moet niet meer afhangen van of er genoeg engineers beschikbaar zijn. Onze high-quality events die vanuit ons framework komen, die kunnen geautomatiseerd geïmplementeerd worden. Omdat wij via test automation willen wij die zekerheid ook aan u, onze klant en aan uw business willen wij geven, teruggeven. Dus dat wij volledig geautomatiseerd op basis van dat security event niet alleen de mitigerende actie implementeren, maar ook laten zien wat het effect is. Want dat schept vertrouwen. Diezelfde automation willen wij ook gebruiken op het moment dus dat er capaciteitsissues zijn. Het zorgen dus dat er applicaties goed blijven doordraaien. Zorgen dus dat uw business, onze business, ontlast wordt. En mocht u nog in de applicatiesfeer zitten, dan kunnen wij natuurlijk ook daar u helpen. Dan gaan we samen die reis gaan we maken. Om te zorgen dus dat wij terug kunnen keren naar hetgene waar we goed in zijn. Wij geven u tijd terug, dus dat wij samen kunnen focussen op innovatie en breaking barriers. Ik was Gilles van Heist en ik dank u voor uw aandacht en ik hoop u en ik wens u een hele fijne dag. Ja, Gilles, top, dankjewel. Graag gedaan. Jij praat over wat je moet doen tegen cybercriminelen als ze al binnen de poorten zijn elk van je bedrijf. Ook. Moet je vooral niet zorgen dat ze überhaupt niet binnenkomen? Ja, en ik wil de analogie heel even gebruiken naar de analoge wereld. Waarom hebben wij een alarm thuis? Dat is natuurlijk om A, af te schrikken. Dat ze niet binnenkomen. Maar daarmee is de garantie dat ze binnenkomen, is nog niet absoluut. Dus als ze binnenkomen, ben ik heel blij dat ze gedetecteerd worden door een van mijn vele sensoren in mijn huis. Dus dat de actie op geïnitieerd kan worden. Het alarm gaat enorm hard piepen. De politie of het beveiligingsbedrijf wordt opgeschakeld. Ja, er komen ook wat vragen binnen. Nelson Ramos die vraagt bijvoorbeeld, wat zijn jullie standpunten met betrekking van endpoint security op een Chrome OS-apparaat? Ja, dat is een hele interessante. En ik heb daar geen supergoed antwoord op, maar ik wil wel dit zeggen. Een Chrome OS-apparaat is gewoon een end-user-apparaat. En het mooie daarvan is dus dat wij via het Zero Trust concept en ook Sessie natuurlijk de posture van het endpoint kunnen valideren. En als dat dus om wat voor reden dan ook, omdat er geen antivirus of andere mogelijkheden zijn om dat goed te valideren, dan zal dus ook de toegang daarop worden afgestemd. En word je misschien terugverwezen naar een VDI-achtige oplossing of Citrix-oplossing. Absoluut geen disqualificatie wat mij betreft. Jij vertelde, data zijn het nieuwe goud, hè? De nieuwe olie, die zoekt iedereen. Er is iets essentieel veranderd, omdat al onze data tegenwoordig in de cloud zitten. Is dat niet een hele simpele oplossing om gewoon wat minder gebruik te maken van de cloud? Of is dat een simpel gedacht? Nou, ik vind het een hele interessante gedachte. Ons e-mailsysteem, maar ik denk e-mailsysteem van velen, zien we toch ook naar de cloud verhuizen. Dus mijn vraag is eigenlijk ook terug aan jou. Kunnen wij tegenwoordig wel een dag zonder e-mail? Ja, daarmee zit je dus eigenlijk al, of je nou wilt of niet, zit je automatisch al in de cloud. Nou, sommige bedrijven kiezen daar pertinent niet voor. En dat is ook een
vanwege wet en regelgeving, zal dat voor sommige bedrijven ook de enige oplossing zijn. Maar het overgrote deel gaat voor de gestandardiseerde oplossingen, gaat gewoon naar de cloud toe. Ja. Of je wilt of niet, dus je moet er iets aan doen. Nou, het is, je kan er beter voor zijn en erover nadenken dan after the fact inderdaad dweilen met de kraan open. Ja, we praten nou veel over cybersecurity, over cybercriminelen. Heb jij eigenlijk het verleden als hacker? Ik heb geen verleden als hacker. Nee? Nee, ik... We zijn hier entre-nous, hè? Je kunt het nu eerlijk zeggen. Ja, nee. Ik word niet gehinderd door enige vorm van kennis op dat onderwerp. Aan de andere kant denk ik van ja, voordat je een goede politieagent bent, moet je dan inbreker zijn geweest om alle tips en tricks te weten. Ja, ja. Ik denk dat je ook een goede agent kan zijn zonder dat je crimineel verleden hebt. Maar soms is het handig om wat tips of trucs te leren vanuit die hoek, toch? Of niet? Tuurlijk, maar daar hebben we hele goede ethical hackers in ons team voor. Aangevoerd door Jort Collery. Dat zijn echt de beste in ons vak. Er komt nog een vraag binnen van Roald Lateveer. Die zegt, hoe blijf je als bedrijf in control van je data als AI, artificial intelligence, alles regelt? Ja, dat is, maar dat is denk ik ook de juiste vraag. Van hoe ga je er überhaupt met AI om? In mijn verleden heb ik bij NXP gewerkt en daar zat ik ook zaten we dicht tegen ASML. En die waren ook met projecten bezig om AI, om gewoon designs te maken. Dus hoe AI zich gaat ontwikkelen, ja, dat zal op de korte termijn heel sterk op basis van use cases zijn. Maar op de lange termijn is het echt op dit moment, in ieder geval voor mij, een glazen bol. Een vraag van Sander Benen, die zegt, zien jullie ook de trend dat cloud data weer teruggekopieerd wordt naar on-prem storage, juist in verband met bereikbaarheid en security? Persoonlijk zie ik dat niet. Ik denk dat het onderhouden van een on-premise infrastructuur, zeker als je al in de cloud zit, dat dat eigenlijk een pas op de plaats is, niet zozeer een stap terug. Maar wet en regelgeving kan er in dit geval ook voor zorgen dus dat het een vereiste is. Dus dat echt de backup aangeraakt kan worden. Aan de andere kant moeten we ook gewoon ervan bewust zijn dat niet iedereen met dezelfde snelheid naar de cloud gaat. En dat in dat traject natuurlijk data over en weer geschoven kan worden. Persoonlijk denk ik dus dat de cloud veel meer features kan bieden en zeker over de lange termijn om dit soort problematiek te adresseren. Vincent Segers heeft nog een vraag. Is het mogelijk om presentaties terug te kijken? Volgens mij is dat mogelijk, maar dat gaan we zo meteen nog even uitzoeken hoe dat precies werkt. Gilles, voor nou, dankjewel. Dank. We spreken elkaar nog, hè. We zijn hier nog even.